Zo, daar ben ik weer. Hallo, beste man. Hey, we hebben nu skeletons vermoord. Laten we een soort van farmpje maken hier beneden voor eten. Cool. Heb je nog hout? Ja, nog redelijk wat. Oké, ik maak een crafting table. Zo. Oké, en dan maak ik een... Die. Moet ik een huisje maken? Wacht even. Time to farm. Ik ga farmen. We gaan geen... Nee, kom maar hier. We gaan hier mijnen naar beneden. Oké, cool. Kom eraan. Ja. Kijk. Zo. Oh, wat fijn om een bielenbala bakker te zijn. We gaan nu ook... We gaan brood bakken. Ik kan me ook echt indenken dat voor de jongere kijkers... Die denken, waar de fuck hebben ze het over? Kijk, ik heb brood gebakken. Yay! Squidlonder ook. Yay! Wrecked. Get wrecked, pussies. Wow. Oké, ik heb nog... Oké, ik ga een kist maken. En daar gaan we alle nutteloze items in gooien. Want ik heb iets te veel shit in mijn inventory nu. Jij toevallig ook of wat? Redelijk. Dus ik help wel. Help hem even vullen of zo. Er zat nog... Iron is best wel belangrijk, denk ik. Bardo? Wat? Je hebt er iron in gegooid. Oh ja. We hebben ook nog 31 kool. Serieus? God. Gloeiende. Maak even een furnace. Even nog een extra furnace. Maak er nog één. Oh, ik heb nog wat meer iron voor jou. Hier. Ja, oké. Maak nog een extra... Hier een furnace voor jou. Ah, dank je. Nee, kan je neerzetten? Zet maar neer. Ik heb de heilige daar. Nee, zet nou maar neer. God, gloeiende. Moet ik het zelf doen? Dat was wel moeilijk. Hier ga ik het goud in gooien, want ik heb nog 22 goud. Had jij nog goud? Nee, ik heb niks. Oké. Jij gaat daar rechtdoor. Ik ga hier naar beneden. Hopelijk diamonds vinden. Oh, we doen het trouwens goed. Kijk eens naar de helft. Holy shit. Voor mij hebben we de meeste helft van allemaal. Oh, iemand aan damage. Slimme damage. Kijk. Oh, of deze regenen. Oh, nee. Fuck. Zag je dat? Nee. Ze hebben een golden apple gegeten. Ze hebben weer helft bijgekregen. Oh. Precies toen jij aan toen ik praatte, kreeg ze de helft bij. Waarom klop je dat dan ook niet af, lul? Door jou verliezen we nu, hè? Ik ga gewoon zeggen dat ze nu op zijn naam zijn golden apple gebruikten. Ah, ik heb trouwens een gang gevonden hier. Echt direct, gewoon 3 blokjes ernaast. Serieus? Ik hack, ja. Ik ben een hacker. Dat weet je toch? Hacklord. Oké, het enige wat ik hier kan vinden is lava en dergelijke. We moeten wel een stukje naar beneden, want we zitten niet op de juiste ei, Jordi, om diamonds te vinden. Ha, snap je? Ah! Lava! Kut! Wat? Waar ben je? Sorry, ik viel. Heb je damage genomen? 1 hartje. Kom terug voorzichtig, gewoon voorzichtig. Ja, maar waar ben jij? Ik sta beneden, hier. Man. Triest weer dit, Bardo. Hoe moet ik dit nou aan de kinderen vertellen? Ja, niet. Als die hierachter komen, dan schijnt mevrouw van me. Dat wil ik niet. Oké, kom naar mij. Kom met mij mee, hier. Kom met mij mee. Ik achtervolg jou. Oh, ik heb geen torches. Ik wel. Oh, lekker veel iron. Oké, vanaf hier gaan we... Ik ga rechtdoor mijnen. Jij gaat om de 2 naar links, zeg maar. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, stripmijnen. Dat er een muur tussen zit. Yes! Want we gaan nu diamonds vinden, Bardo. Het moet. Ik heb er namelijk genoeg van gehad. We hebben echt helemaal geen diamonds. Wil je zeggen dat het andere team wel diamonds heeft? Denk ik wel. Is het al zoveel damage verschil? Diamonds? Ja? 2,5 hartje of zo, denk ik, per keer. Ik denk dat wel iets wat meer damage doet, ja. Ja, oké, dan hebben we een probleem. Ja. We moeten gewoon een diamond soort hebben. Dat is alles wat ik vraag. We hoeven niet enchanten. Het is verschil tussen een raket en een nucleaire raket. Kijk. Bardo Ga is dood. Ja, godverdomme. Ga eens in dat rode water springen, zegt iemand. Ik had minder verwacht. Oh man, ja, ze hebben wel gelijk. Ja, je moet niet vergeten.
Ik heb Minecraft op hardcore uitgespeeld, hè. Dat, ja, ja, hij heeft het nooit online gezet, maar hij heeft Minecraft op hardcore uitgespeeld, jongens. Ik geloof er namelijk echt gewoon geen zak van. Ik haat jou zo, hè. Jij, ik heb screenshots aan jou laten zien. Alles. En dan geloof er geen zak van, man. Echt. Je kan ook gewoon zeggen, verdomme, wat goed te voel. Te voel. Oké, Bardo, wie als eerste diamonds wint, die, die heeft gelijk. Ja, zo. Nu maar hopen dat ik ze vind. Ik heb alleen geen toortjes, dus er komen hier heel veel hele donkere gangen omdat jij ze niet hebt gegeven. Ja, zie dat? Hij heeft het wel! Wat? Nou, er staat Diamond Achievement. Iemand heeft Diamond. Zie dat? Ja, maar kan je me ook gewoon fakkels geven? Want hier komen nu zoveel... Ja, oké. Jemig, poesie. Kom maar. Hier. Hoi. Je hebt je fakkels. Spijt me hoor, jemig. Ik had, het ook af kunnen lachen. Nee, ik haat je, Jordi. Mensen, de nieuwe vlog van Esther Knol is nu online. Misschien moeten we even pauze inlassen om de nieuwe vlog te kijken, Bardo. Ja, precies. Bardo went offline. Gewoon. Oh, leuk. Waar zitten... Is het dingetjes? Hoe oud zijn de mensen hier eigenlijk? Weet ik niet. Zij benoot. Oh, dit is gewoon, ik had voor hetzelfde zijn dat dit een soort Martijn.org server is. Ja, zeker. Zeker. Dat is en ik ben dan de Martijn. Zeg maar, per naakfoto krijg je een x aantal diamonds. Nee, dan krijg je VIP-rank. Ik heb iemand VIP-rank op mijn server gegeven omdat hij Petty Bart heette. Hij zit af en toe nog steeds op de server, onder de ik naam Petty Bart. Ik hoorde een zombie, Jordi. Zeg je? Ik hoorde een zombie. Oké. Okay. Ben je trots? Ja, best wel eigenlijk. Ik bedoel, jij praat over The Walking Dead, ik hoor een zombie. Nou, dat toeval bestaat dan, hè? Ja, dat is zeker waar. Hé, hey, ik ben een beetje bang dat we dichterbij wat vijandjes gaan komen. Want ik kijk een beetje op mijn kompas en dat beweegt af en toe een klein beetje. Dus we moeten onszelf wel straks even bracen, mocht iemand ons aanvallen. Zou ik er gewoon een gat naar boven maken, een uitgang? Het is eigenlijk... Waar hoorde je de zombie? Wacht. Wacht, Jordi! Wat? Ik heb een idee. Ja. Maak jij even een iron bucket, pak je wat lava, maak ik hier een nooduitgang. Dus je kan wel raden waarvoor die lava dan is, hè? Ja, om dat mee te craften natuurlijk. Craft ja, nee, maar dan gaan we naar boven, flikkeren we die ja, lava. Ja, ik weet het. Maar ik denk niet dat het werkt. Ik denk dat mensen hebben dit vaker gespeeld, Bardo. Ik ben een beetje bang dat... Ik denk oprecht dat deze oplossing is zo dom en zo simpel dat het misschien nog... Ah, nee, niet de lava! Nee, ik heb een god gevonden. Oh, maar okay. Dat weet ik niet. Ik kom daarheen. Iemand is dood. Oh nee, laat maar. Dat was een grapje. Hij maakte een grapje. Wacht, ik kom naar de grot. Is het toevallig de grot van je moeder? Ja. Oh, er zijn mensen dood. Get wrecked, mate. Nee, dat is... Dus ze doen net alsof. Het is nep, Bardo. Oh. Helaas. Wat grappig. Man. Creeper rechts, skeleton links. Nee, ja. doen we niet. Nee, we gaan weg. Dit doen we niet aan. Ga gewoon er maar naast. Ja, dat doen we niet aan. Nee, waarom denk je niks aan het reageren? Ja, nee, ik dacht dat het iets anders was. Dacht dat je het ultieme leven had gevonden, man. Serieus, ik zou het echt best wel graag willen, het ultieme leven. Dus welk leven? Het ultieme, niet doodgaan leven, hoor je dat ook weer. Het onsterfelijkheid. Wat zeg, het ultieme leven, dat klinkt wel als ja, het soort... ultieme leven is een beetje goede tijden, slechte tijden, maar sorry. Het klinkt een beetje als Hitler, weet je wel, die aaier. Oh, Bardo! Ja? Zag ik een naam? Oh, nou weet ik het niet zeker. Oké, ik ga heel snel... Kan nu paranoïde... Ja, ik ga even snel lava pakken. Ik kan paranoïde worden, dat is één ding. Dat word ik vaker met dit soort gevallen, dat ik echt gewoon zoiets heb van... Oh, zag ik iemand... ik ga lava pakken. Als ik het nog kan vinden. We bouwen hier. We hebben zo lang gewerkt. Het enige wat we hebben is een noodoptie. Maar we hebben ook helemaal geen diamonds gevonden. Helemaal niet, hè? Vergeet trouwens niet te eten. Wow. Oh, ze zijn dood! En ze schreeuwden Allahu Akbar toen ze dood gingen. Oh ja, die hebben ze gewoon zelfmoord gepleegd. GG. Oh man.
Oh, wacht. Ik vergeet het goud. Weet je wat? Laten we gewoon naar boven toe gaan. Het kan me ook echt geen ene neuk boeien, weet je? Bardo, we hebben serieus. We hebben er goed over gedaan om dit te doen. Ik zeg, laten we gewoon... gewoon ervoor gaan. Laten we gewoon naar boven te gaan. Ik heb geen zin meer om te minen. Ik denk dat iedereen die ook wel een klein beetje zat is. Die nu loopt te kijken, zoiets van... God, ja, ik vind het eigenlijk wel jammer. Ik had graag die noodoptie gebruikt. En misschien 2 mensen vermoord met lava, weet je wel. Ja, die zitten nog steeds ergens achter ons in principe. We gaan eigenlijk de verkeerde kant omhoog. Maar oké, maakt niet uit. Ga maar die kant omhoog. Go. Weet je wat? Ik ga nog even proberen. Ik ga het gewoon proberen. Weet je, we gaan nu toch sowieso mensen tegemoet. We kunnen nog 2 golden apples maken. We kunnen 4 hartjes healen. 4? Nee, zelfs we kunnen er meer dan 4 healen. Dus ik zeg, weet je wat? Ik ga het gewoon proberen hier. Om te kijken of ik die creeper en die skeleton uit kan schakelen. Oh, heb jij nog even voordat je dat doet, heb je een pickaxe voor mij? Ja, die heb ik. Maar heel misschien heb ik het zelf nodig. Ah! Weggeraakt. Half hartje weg. Godverdomme. Maar wacht. Er is een hoop, Bardo. Ah! Er is geen hoop! Oh, dude! Hoe kan jij zeggen dat je dingen... The fuck was hier zo, jongen? Paas mij nu een pickaxe met toortjes en ik ben... Waarom hier naar boven weg, Jordi? Wacht, er is nog hoop, een skeleton, laat maar, er is geen hoop meer, er is geen hoop. Het einde van de wereld is erbij, let's go, we gaan weg. Oh mijn god, dit was echt erg. Het Jordi, einde van de wereld is erbij, let's go. Ik ga... Let's go, we gaan omhoog, doei. Ja, Jordi, geef mij gewoon de fucking spullen, man. Ja, wat? Ik ga naar boven om de ik heb de pickaxe nu... Ah! Pardon, je hebt geen ding gebruikt! Nee, je hebt geen ding... daarom zei ik ook, geef me die fucking spullen. Welke spullen? Ja, een torch en een fucking... Ah, Jordi, luister dan, lul. We gaan hier wel links omhoog. Even voor de duidelijkheid. Jij hebt nu meer hartjes verneukt dan mij, hè? Ja, maar dat komt omdat we geen... Weet je, ik kan ook gewoon een heel mooi moment van Tekken erbij halen. Waar hoe vaak jij dood bent gegaan. Ja, dat was 3 jaar geleden. Ik ben gestopt met Minecraft. Jij speelde door en ik ben beter dan jou. Wat is hier gebeurd? Het is beter dan jij. Nou, een Nederlandse kei gewonnen. Grammaticaal. Dank je, nou, dank je. Hé, kijk, ik heb een ravijn gevonden. Oh, heb je echt een ravijn? Ja. Oh, dat is een nummer. Wacht even. Zo. Dat vond ik een mooi nummer. Ja, vond ik ook een mooi nummer. Kom op, we gaan, Bardo. We gaan hieruit. Niet vallen, please. Oh, je bent nog bezig. Dan doe ik alweer een ander nummer. Oh, kut, die was fout. Never mind. Kijk, hou maar op. We gaan naar boven. Ja. Als we een keer boven zijn, godverdomme. Ja, dat komt toch wel! Ik ben toch bezig nu, wat denk je dan? Er zijn van die Chileense mijnwerkers een beetje aan het worden. Chileense? Chinese. Ik hoorde Chileense. Chileense. Ja, nee, Chinese. Chileens. We hebben het nu over Chili. Ja, waarom hebben we het over Chili? Ja, die had toch echt 5 jaar geleden, had die toch... Zo'n enorme instort, dinges. Ja, Chileense mijnwerkers. Nou, ik vind Chinese mijnwerkers leuker. Ja, maar die, ik weet niet eens of dat nog wat is in China. Maar ik denk het wel. Wat ben je nou aan het doen? Wat? Oh, ho! Oh, oh, pardon! Ah! Hou gewoon alles dicht voor de mensen die achter ons zaten. Ik heb dat stukje gevonden waar jij die pumpkins vond. Ik ga even wat eten halen, nu snel. Oké, Bardo, zie je die 2 bomen daar in de verte? Die oak trees? Nee. Die 2, daar. Die 2, die andere bomen, zeg maar. Die moet weghalen. Als we daar appels van krijgen, kunnen we golden apples maken, kunnen we onze hartjes weer terugkrijgen. Oké. Gaan we dat doen? Dat stukje hebben we wel goed gedaan, zeg maar. God, daar zat hier gewoon een grot naast. Ik haat mijn leven. Ja, jij zei nog, nee, dan moet je niet naartoe gaan. Nee, dan moet je ook inderdaad niet naartoe gaan. Je moet gewoon je bek houden, lul. Nou, bouwen. Het leven. Of haar. Ik kan ook een iron axe voor je maken, dan gaat dat wat sneller. We moeten namelijk toch wachten met die, Hier, ik maak even een iron axe voor je. Doe maar. Maak je maar even een iron axe. Hier, alsjeblieft. Oké. Is de handen op de heupen, dan de handen op de bips. Oh, waar is er ook weer van? Chips. Dan op de bips. Bips. Waar is dat van? Serieus. Oh, fuck, wordt aangebeld bij mijn huis, Jordi. Nee, niet doen hem. Doe niet open, Bardo. Never let go. 1 seconde. Never let go. Als we nu doodgaan, is het echt allemaal zijn schuld. Ik zeg het je, jongens. Als we nu dingen verkeerd gaan, is het echt allemaal zijn schuld.
Hij is ook echt zo'n faggot de hele tijd. Echt, de hele tijd heeft hij gewoon dingen te doen. Het lijkt echt alsof hij ook echt een mens is of zo. Godverdomme, het is gewoon YouTuber. Wat verwacht je nou van een YouTuber? Helemaal niks. Denk je nou dat de mensen aanbellen bij mensen bij YouTubers zijn? Nou, denk het niet. Godgloeien, dat verzint hij allemaal gewoon. Dat verzint hij echt allemaal gewoon. Het is gewoon... Hij wil gewoon niet. Hij wil gewoon niet bij me zijn. Dat is gewoon een beetje het punt. Dat vind ik zo vervelend dat hij dit doet. Echt elke keer maar weer. Oh, Jordi, wil je opnemen? Oh, Bardo, wil je opnemen? En dan reageert hij nooit meer. Hij wil gewoon niet. Hij wil gewoon niet. Het is echt een... Ik dacht, ik doe even een zielig muziekje bij het verhaal. Perfect, Bardo, perfect. Zijn er al appels uitgekomen? Ja, het enige nadeel is, ik sta nu in de lift en ik woon in de flat, dus ik moet nu weer de deur open doen. God gloeien. Ja, tot zo. Ik ben nog steeds niet waar de hips. De handen op de heupen en daarna op de bips. Flips, chips. Je moeder. Het wordt trouwens wel avond en het vervelende is, Bardo staat nu daar in zijn eentje, dus er kunnen allemaal skeletons op me aflopen. En als we nu dus damage nemen, wordt het best wel pittig boos. Dus ik ga maar heel snel terugrennen, want wij gaan er dus nu waarschijnlijk gewoon aan, doordat ik Bardo alleen heb gelaten. Oh mijn god, dit is zo... Bardo, ben je er weer? Bardo! Bardo! Nee, Bardo! Fucking Mogol! Nee! Goedemorgen! What the fuck doe jij, Jordi? Jordi? Je bent dood gegaan, idioot. Wat? Zijn we dood? Jij bent dood gegaan. Hoe ben ik dood gegaan? Het werd avond! Nee! Ja! Wat wel een Wat een... Kon je niet een muur om me heen zetten of zo? Ik was daar niet. Ik kwam maar later op zacht. Het voor de avond. Ik ga naar je toe. En toen opeens de helft van onze hartjes weg. En toen opeens nog meer van onze hartjes weg. En toen was je dood. Nou, het is gelukkig niet alsof ik aangaf dat ik even 30 seconden een pakketje op moest halen. Dat gaf ik niet aan of zo. Welk mogol gaat er dan ook daar staan over de halve wereld? Als jij nou tegen mij had gezegd van jou, Bardo. Cool, maar doe even wat aan. Echt? Ik haat je echt! Ik haat je echt! Echt! Nee, waarom? Dit is niet mijn fout! Ik ging 30 seconden... Dit is jouw fout! Jij ging weg! Dit is een teamspel! Ja, zeg ik 30 seconden! Het was een minuut! Ik loop een half uur naar je te schreeuwen! Pardo, nee! Pardo, kom terug! Wat? Dit is niet normaal, Jordi! Dit is echt verschrikkelijk hoe erg je bent! Ik heb jou nu een uur lang gevolgd in die vieze, vuile kutgrotten van Minecraft. We zijn er boven toe gegaan. We hebben iron gevonden. En eerst diamonds. En dan ga je dood op het einde. Weet jij, omdat je een pakketje binnenkrijgt. Fuck nou. Ik ga gewoon wel doen. Ja, dag. Lul. Oh, daar ben ik weer. Doei. Domme, echt. Wat een anticlimax. Het ging zo goed. Het ging goed, Bardo. Het ging... Eindelijk! Eens in het leven van Biotown ging het eens eens een keertje goed! Mag ik alleen wel zeggen, het ging niet goed, want we hadden geen diamonds. Ik heb al mijn tijd verdaan met jou. Ik had 22 goud, we hadden 300 apples kunnen maken! Nee, jouw moeder! Het enige wat nu nog goed kan gaan, is het doodsimpele feit dat we 4000 duimpjes halen en de volgende aflevering naakt met een sok op ons hoofd zitten. Dat is het enige wat nu Ik haat je echt. Ik vind het echt niet leuk. Ik vind het echt verschrikkelijk. God. Welke YouTuber heeft ooit naakt met een sok op zijn hoofd gezeten? Dus bedankt voor het kijken, denken we dan maar. En even voor de duidelijkheid. Stel, je hebt het zo ver als dit gemaakt... Je kan niet boos zijn en een rood duimpje geven, / ons de schuld geven. Aan het begin zeiden we al dat je naar PewDiePie moest gaan en je hebt het niet gedaan. Oh, godverdomme. Ik vind het
Stond drastisch dit. Godverdomme.